Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edel Deer. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Volti. En vandaag ben ik hier weer terug met een spiks met een nieuwe video. En deze video maak ik eigenlijk omdat wij tijdens de laatste stream een van de streamdoelen hebben bereikt. Waardoor een nieuwe Project Middle Earth invite uitgaat vandaag. En ja, dat gaan we vandaag doen. Er gaat dus één extra invite uit. Ik heb eigenlijk niet zo'n idee wat voor invite het gaat worden. Want ik laat Alice de invites uitkiezen tegenwoordig. Alice is de hertogin van de elven hier op PME. En wat dat betekent eigenlijk in de praktijk, betekent dat zij eigenlijk gewoon de elven helemaal leidt. Want ik heb er eigenlijk iets te weinig tijd voor om het ook aan te sturen. Ik probeer wel nog wat met de roleplay en de storyline verder te gaan. De questline gaat als goed is binnenkort weer verder. Een hele vette bending. En er komt iets meer roleplay in, et cetera. Dus dat wordt sowieso heel tof. Maar natuurlijk is PME meer dan dat. Het is ook gewoon een project waar je op kan spelen, waar je op kan questen, et cetera. En dat wordt ook zeker gedaan. We hebben best wel volgens mij wel een leuk hecht groepje die altijd aan de slag zijn. Want ik heb net eventjes ook rondgekeken op de server om te zien wat er nou in principe allemaal gebeurd is. Terwijl ik er zelf niet echt bij was. En dat is best wel veel. Als we hier zo gaan, er zijn sowieso allemaal al huizen verkocht. Want je kan natuurlijk huizen kopen bij de elfen. Kan je die al gewoon kopen. En dan wonen er bijvoorbeeld mensen hier. Die hebben al een heel huisje gemaakt. Oeh, zelfs een bovenverdiepingje hebben die. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. Dus mensen die wonen hier al. Ik heb zelfs al gehoord dat mensen hun huis hebben laten uitbreiden. Dit huis is uitgebreid. Want het was eerst een opslagje hier. Maar dat loopt nu helemaal nog door deze kant op. Hier zo nog veel meer langs de rivier die hier zo door de hallen stroomt. Kan je hier nog naar boven toe. En dan heb je hier ook allemaal nog spulletjes. Allemaal verzamelingen. Waarschijnlijk allemaal trophies die hij bij elkaar heeft gesprokkeld. Nog een klein kamertje daar. Maar ja, het leeft dus wel heel erg. En ja, we kunnen waarschijnlijk nog wel gewoon een extra lid gebruiken. Om een extra actief lid. Want elke donderdagavond, ik heb er zelf nog nooit aan meegedaan. Misschien dat ik dat binnenkort een keertje kan gaan doen. Misschien een stream mee kan doen of zo. Dat wij dat ook gaan proberen. Elke donderdagavond is er al een raid, een dungeon, die gedaan kan worden in de High Fells. En volgens mij zijn de elfen daar ook al een paar keer heen gegaan om de mensen te helpen. Maar misschien is het ook leuk om daar zelf een keertje mee naartoe te gaan. En kijken of wij dan daar de loot kunnen krijgen. Want we moeten dan de Witch King verslaan die daar op staat. En ja, dan krijg je wat epische, legendarische loot. Dus wie weet kunnen wij dat binnenkort ook wel eens een keertje gaan proberen. Zou natuurlijk wel tof zijn om dat een keer te doen. Maar volgens mij gaan de elfen daar sowieso ook al naartoe zonder mij. Gewoon onder leiding van Alice. Je mag daar gewoon naartoe gaan. Maar het is altijd, iedere faction gaat daar in principe naartoe. En er zijn natuurlijk nu momenteel 4 factions die spelen. 2 good, 2 bad factions. Dus het is altijd maar afwachten of dat goed gaat natuurlijk. En dat zijn nog meer. Je hebt natuurlijk sowieso gewoon dat je zelf kan gaan questen hier. De normale Lord of the Rings quest. Er wordt ook gewerkt aan andere quests vanuit de server zelf. Je hebt de daily rewards als je online komt. Je hebt dus gewoon het survivalen te doen natuurlijk. Ik loop nu ook eventjes naar het survival dorpje van ons. En dan heb je natuurlijk dat je met je geld kan je al dingen kopen hier. Bij de elfen hebben we dat al gedaan. Ja, er is nog. Dus later komt daar ook nog een plugin voor om dat allemaal te regelen. Maar wij doen het alvast zo, zodat spelers ook gewoon meer een doel hebben en een motivatie hebben om al door te spelen en geld te verzamelen, et cetera. Misschien dat we binnenkort ook, als iedereen, want het wordt steeds, het is redelijk makkelijk om wat geld bij elkaar te sprokkelen. Dus wie weet dat het ook gaat komen, dat er op een gegeven moment belastingen gaan komen, et cetera. Maar dan moet ik allemaal nog eventjes kijken, want Alice die doet het vooral nu aansturen. Ze heeft sowieso al de prijzen wat omhoog gegooid. En dit is dan het survival dorpje, dus waar er gewoon ja, lekker gesurvivald kan worden. En aan de slag gaan. Hier is dus de mijn. Hier is dan de opslag daar zo in. Hier hebben ze zelfs een stokerij gemaakt. Ook heel belangrijk natuurlijk. Hè, want dat zijn allemaal de extra dingen die natuurlijk in de mod zitten. Nou, hier hebben ze gewoon de stallen. Maar dit is volgens mij meer de koeienstal. En dan hebben ze daarachter ook echt insane veel farms liggen. Dat wordt echt steeds groter. Elke keer als ik hier kom kijken, is er weer een stukje bijgekomen voor mijn idee. Want hier hebben ze dus ook nog gewoon echt super veel liggen. Dus wat voor mensen zoeken wij? Ik denk dat het vooral gewoon belangrijk is dat we actieve mensen vinden. Die het gewoon leuk vinden om in de Lord of the Rings mod te spelen. Die het leuk vinden om bij de elfen te horen. Dus als jij die invite wil, moet je gewoon alle belangrijke informatie natuurlijk over jezelf vertellen. Je leeftijd.
je naam, je Minecraft naam. Je Skype, hoe we je dus kunnen contacteren. Want anders kan Alice natuurlijk geen contact opnemen als iemand uitkiest. En gewoon waarom jij graag bij de elfen wil en wat jou leuk lijkt om aan PME mee te doen, zeg maar. Waarom jij graag mee zou willen doen. Waarom we jou moeten kiezen. En wat jou zo leuk lijkt aan het project. En dan kan Alice gewoon, want ik laat het waarschijnlijk Alice weer kiezen, omdat zij speelt toch dagelijks in principe. Dus dan is het wel leuk als zij zelf een beetje kan kiezen wie er bij de groep komt. Dan kan zij ook het beste inschatten wie er goed bij de groep past. En ja, dan kan je gewoon dus lekker actief mee survivalen met de elfen hier in Mirkwood voorlopig nog. En later gaan we natuurlijk steeds uitbreiden ook naar andere elfengebieden. Waarschijnlijk gaan we hierna naar Lothlorien. Maar voorlopig is het natuurlijk gewoon de chapter 1 zal gewoon hier zijn. En dan zullen er nog hopelijk nog vele vette dingen aan zitten te komen. Je kan dus een invite winnen. Heel erg simpel. Ja, ik ga het ook niet moeilijker maken dan het is. Je mag gewoon zelf weten. Het is niet een specifieke invite voor bouwen of wat dan ook. Gewoon een algemeen invite. Je kan natuurlijk wel je sterke punten laten weten. Dus als je goed kan bouwen, kan je dat er altijd bij vermelden. Als je goed bent in vechten, kan je dat er bij vermelden. Hou wel rekening mee dat het vechtsysteem in de Lord of the Rings mod heel anders is dan normaal. Het is met allemaal soorten delays. Maar ook met lange en korte wapens. Dus als je een lange wapen hebt, kan je verder wegslaan. Als je kort wapen hebt, kan je alleen maar kort bij je slaan. Maar ook sneller en langzamere wapens dus. Dat hangt allemaal af per wapen. Dus het is niet zoals gewoon 1.9 combat van Minecraft. Het is, natuurlijk zit de mod zelf in 1.7.10. Maar die combat is... Die is heel anders. Die is heel erg uitdagend. En dat is wel wat vergt, wat vereiste kennis daarvan, of dat je dat nog al hebt of opdoet, dat maakt ook niet zo heel veel uit. En je hebt natuurlijk sowieso allemaal het verschillende armor, al dragen wij voorlopig alleen maar het Mirkwood armor, of het scout of het andere armor, dat maakt niet zo veel uit. En ja, dat was het eigenlijk wel. Dus laat het maar weten, wie wordt het nieuwe lid van de elfen hier in Mirkwood? Laat het eventjes weten, 1 invite, dus speciaal voor jullie. En hopelijk vond u het een leuke video, binnenkort hopelijk weer meer PME, er komt een hele coole wending aan in de questlijn. Zoals ik al zei, meer roleplay in de questlijn. Wordt hartstikke tof. Ik wil dat eventjes laten weten vandaag. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Abonneer op Edeldier. En wie weet zit jij binnenkort in Project Middle-earth.